ik ben heel erg blij met de aanwijzingen in het rapport. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we mensen gaan helpen om een gezonde en duurzame keuze te maken als ze staan voor het schap. En ja, met beprijzing kan je dat wel een flink duwtje in de rug geven. Hè? Dat je de gezondere, duurzame producten wat goedkoper maakt. En de ongezonde producten die niet zo milieuvriendelijk zijn, dat je die wat duurder maakt. Nou, ik vind het heel erg belangrijk dat consumenten een eerlijke prijs gaan betalen voor het voedsel wat ze kopen. Voor mij betekent eerlijk niet alleen dat de milieu-onvriendelijke producten wat duurder zijn en de gezonde producten goedkoper, maar ook dat de boer een eerlijke prijs krijgt. Want nu zie je dat er echt een race to the bottom is in de Nederlandse supermarkten. Ze zijn echt met de prijzen aan het stunten, de zogenaamde kiloknallers. Dat gaat ten koste van iedereen. Niet alleen gezondheid van mensen, maar ook ten koste van de natuur en uiteindelijk ook van de boer zelf. Ook de boer is de dupe. Nou, we hebben zelf het voorstel gedaan voor een extra bedrag bovenop de vleesprijzen om die terug te geven aan de boer. Omdat boeren nu echt tegen de grenzen van het systeem aanlopen. Ze willen wel duurzamer produceren, maar dat kan niet omdat ze er geen eerlijke prijs voor krijgen. Dus ik zou heel graag willen dat mensen wel een eerlijke prijs gaan betalen voor het vlees. En dat we de opbrengst daarvan ook echt gewoon... Ja, dat we dat toekennen aan de boeren, zodat die op een goede manier het vlees kunnen produceren, nog beter dan ze nu doen. Nou, dankjewel.